Toon Gerbrands van PSV aan tafel. Proficiat. Normaal vragen we altijd een PSV is. Zet je petje even af als je geïnterviewd wordt. Maar in dit geval, nee, het is een bijzondere dag. Het is een speciale dag. Ik zou hem vooral ophouden. Toon, het is voor jou ook een soort inburgeringscursus in Brabant geworden volgens mij. Want dit was Brabant op zijn allermooist. Ja, dat klopt. Ik wist ook niet wat ik moest verwachten. Ik had natuurlijk geen ervaring met dat soort zaken. Maar ik heb op die kar gestaan. En als je ziet wat voor mensenmassa daarna langs stond en de energie die daaruit kwam. En ja, ik wist niet of dit normaal was, maar de mensen die er vaker op staan, dat is Luc van Acht, die vertelde, ja, dit hebben we ook nog nooit meegemaakt. Zoveel volk, het leek wel een soort gestapelde situatie van 7 jaar, wat zich in één keer ontladen. Ja, nou, tot die conclusie zijn wij ook gekomen. En het is ook een team dat van het publiek houdt en het publiek dat van het team houdt. En dat is mooi meegenomen. Ja, nou ja, klopt. En kijk, je komt ook ergens vandaan als 7 jaar die titel niet haalt en je denkt hem eerder te kunnen halen. En je hebt vorig jaar de put meegemaakt en je blijft supporters toch met 35.000 man in het stadion zitten. Ja, dan kan ik me voorstellen dat het hun dag is. Ja, nu mag je heel bescheiden gaan antwoorden. Is dit het Toon Gerbrands effect? 1 jaar directeur gelijk de titel? Nee, het is zo dat elke club heeft een soort proces waar ze 4 jaar hebben ze moeten de financiële herstructurering moeten organiseren. Op het moment dat ik binnenkwam is het meer richting topsport gegaan. Dus Tini Sanders heeft fase 1 neergezet. Ja, en deze fase past wel bij mij, dat weet ik wel. Dus ik ben op mijn manier daarmee in de slag gegaan. En nogmaals, de staf doet het, de spelers doen het. Marcel Brands had de selectie neergezet. Maar in topsport, als je 2% kan veranderen of beïnvloeden, is het al heel veel. Ja, ik hoor mensen zeggen van de 7 magere jaren zijn voorbij. De 7 vette komen eraan. Weliswaar gaan de spelers vertrekken. Maar daar krijgt PSV heel veel geld voor. Dus ze kunnen de selectie in stand houden. Kortom, de ellende is voorbij. Er komen prachtige jaren aan. Ja, nou ja, het blijft sport, maar als ik gewoon even kijk, Guardado is vastgelegd, Arias is vastgelegd, we zijn met Willems bezig. Ajax is vastgelegd? Arias, neem ik niet kwalijk. Nee, dus als je het hele verhaal bij elkaar optelt, dan staat er al een behoorlijk geraamte. En ja, Depay, ik denk dat hij weggaat. Ja, we moeten even daar iets over recht zetten, want vanochtend is het allemaal verkeerd begrepen een beetje. Manchester United heeft ze niet officieel gemeld, begrijp ik, hè? Nee. Nee. Ja, dat werd niet gevraagd in die uitzending. Er werd genoemd, Manchester heeft zich gemeld. Ja. En daar werd niet op doorgevraagd. Ja, dan hoeven we niet te antwoorden. En er heeft één iemand een keer Marcel Brands gebeld. Maar dat was het. En dat was geen officiële melding. Toon, een gewetensvraag. Regionale omroep. Niemand kijkt mij. Luistert en kijkt mee. Depay en Wijnaldum. Totale budget wat dat gaat opleveren, PSV. Waar moet ik aan denken? Nee, maar punt één is het per speler wordt ernaar gekeken. Vanochtend werd er ook een vraag over gesteld. En toen werd er op een gegeven moment gezegd dat het bedrag hoger lag dan tot hem Hotspur. Toen werd er gewoon 25 miljoen. En als je in de reactie zag, was het boven dat bedrag. En dat is het enige wat we genoemd hebben. Ja, ik vroeg het aan Philip Cocu. Ik vraag het ook aan jou. Hoe lang duurt het nog om hiervan na te genieten? En wanneer begint het boetseren? En misschien ook wel een beetje het zorgen maken voor het PSV. Wat volgend jaar bijvoorbeeld ook de Champions League in moet. Nou, dus er zijn altijd 3 stadia van hoe het zit. De directie heeft 3 dagen genieten. De spelersgroep tot de eerste training en de supporters tot de eerste wedstrijd. Dus dat is ongeveer het. Dus wij gaan halverwege deze week aan de slag. Ja. Gaat het op kantoor en op het trainingsveld er nu ook anders uitzien de komende dagen? En dan bedoel ik het echt letterlijk omdat de titel nu binnen is en dat het doel bereikt is. En dat eigenlijk het seizoen nog eventjes afgemaakt moet worden. Nou ja, het is zo dat mentaal wel, daar moet je gewoon eerlijk over zijn. De druk is er qua euforie vanaf en adrenaline. Aan de andere kant, je probeert denk ik als coach om dat vanaf donderdag een beetje op de rails te krijgen. Want je kan nog een aantal dingen halen die voor de geschiedschrijving interessant zijn. Maar ja, lukt het niet, dan zijn jullie een mooie titel en klaar. Jullie hebben een aantal plannen wel ook op de hertgang. Hè? Dat moet uitgebreid worden. Jullie willen de jong PSV en de Hyper League een impuls geven. Daar kun je niet allemaal een klap op geven op al die plannen die je hebt of niet. Ja, nou dat wordt makkelijker inderdaad. Als straks de ene transfer valt en de Champions League geldt. Overigens moeten ook gewoon heel veel premies worden betaald. Dat vergeten mensen ook wel eens een keer. Dus van die spelers krijgen hier geen premie als ze winnen. Maar wel als ze de titel halen. Dus dat zijn ook behoorlijke bedragen. Dus maar goed. Er blijft wel wat over toch? Er blijft wel iets over inderdaad. Maar goed, we kijken eerst naar wat ik zei, naar het voetbalgedeelte. Dus eerst de selectie op orde brengen. En dan gaan we langzaam de komende jaar of anderhalf jaar uitbouwen richting de hertgang. Ja, toen jij 4:15 op die platte kar stapte. Nog niet wetende wat voor een gekhuis het zou worden. Welke gedachten flisten dan door je heen? Een jaar geleden hier binnen stappen en nu dit grote succes. Nou, ik wist echt niet wat ik moest verwachten. Ik zag alles daar gebeuren en ik zag wat mensen daar voor het stadion staan. En ik zag die kar of die bus klaarstaan. Ik dacht, nou ja,
kijken wat ik ga beleven. Maar na een meter of 10 was mij wel helder. Wat daar ongeveer ging gebeuren. Dus ik ging er eigenlijk als een soort beginnersgeest in. Geen ervaring. Volgend jaar, als het weer zou vallen, heb ik wel wat ervaring, maar nu niet. Toon, je bent een echte PSV'er. Dat is vandaag geworden. Want wie dit heeft meegemaakt, ja, die zal dat nooit meer vergeten. En welke club je wellicht nog gaat. Je perschef, Jeroen van den Berg, die staat te popelen. Want volgens mij gaat de platte kar wellicht wel naar een ander etablissement. Waar nog een klein feestje gevierd gaat worden. Geniet ervan. Je hebt nog maar een paar dagen, want dan beginnen weer de zorgen voor de toekomst. En nogmaals, proficiat. Dank u wel.